Oma is nu aan het douchen. En we hebben een heel mooi cadeautje. En als het dan uit is gepakt, dan laten we het zien. Is er een jarig hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat ben ik. Nou, ik ben zo brak als wat. Het is zaterdagochtend en zaterdagmiddag. Ik ben net uit mijn bed. En ik heb er gisteren mee over naar gisteren. Was zo leuk, het was heel gezellig. En ik ben echt zo gaar nu. Ik kan merken dat ik ouder word. En dat is vandaag natuurlijk heel erg typerend. Vroeger na een feestje kwam ik iets fit in mijn bed uit. Maar goed, Mark ligt al te slapen. Sarah is gisteren naar mijn ouders gegaan. We hadden vluchtkoffer bij ons. Dus ik hoefde alleen maar te bellen. Ik was even met papa gebeld. Toen is ze door mijn moeder en mijn broertje 's avonds opgehaald. En daar slaapt ze nu. En zover ik weet slaapt ze nu nog. Gelukkig kan ze heel goed uitslapen. Daar ben ik echt mega blij om voor haar. En die heeft ook echt de tijd van haar leven gehad gisteren. En nu even mijn vocht aanvullen. En vanavond heb ik wat visite, maar echt heel weinig. Ik had echt bijna niemand uitgenodigd. Ah, die is nog echt heet. Dus ik ga eerst even goed wakker worden en bijna niks doen, denk ik. Het is een uur later en ik ben echt van zitten op de bank naar liggen op de bank gegaan. En ik moet echt wel wat dingetjes doen, want ik heb die visite dadelijk. Maar ik heb zo geen zin, het is niet eens dat ik hoofdpijn heb of iets of wat dan ook. Ik ben gewoon gaar en moe en ik word oud. Maar ik ga mezelf even oppakken en ik ga gewoon eerst even gaan douchen en zo, dat ik even een beetje beter wakker word. Ik heb ook niet heel erg veel geslapen. Ik zat nog zo met alles in mijn hoofd en het was echt gewoon heel erg mooi en gezellig en leuk gisteren. En ik vind het altijd zo mooi als je dan vrienden ziet en die emotie en het trouwen. En ik ga even Marcus even opnemen. Change of plans, Sarah is alweer gezellig thuis bij mij. En kijk hoe groot de aardbeien krijgen. Die is echt heel groot. En we kijken even een stukje film en dan ga ik daarna douchen. Maar ik wilde de douche niet instappen als voor de deur. Marco die is even de deur uit. Dus we gaan even een stukje film kijken en we hebben lekker aardbeidjes. En als Marco terug is ga ik dan even douchen en opmaken. En mama is nu aan het douchen. En we hebben een heel mooi cadeautje. En als het dan uit is gepakt, dan laten we het zien. Even hem zingen. Ah, dankjewel, schat. Ga je hem ook nog voor me openmaken? Wat een service. Ik heb ook deze lintjes gedaan. Heb jij dat gedaan? Ja, ik zei... Mag jij helpen in de winkel? Nee, ik zei dat ik deze drie leuk vond voor het feestje. En toen heeft ze dat gedaan voor jou. Wauw. Het is wel echt heel mooi. Het is al een mooi cadeau. En dan zeg je ook nog eens dat ik de allerliefste van de wereld ben. Nou, jij maakt mijn dag. Oh, een witte zak heb ik gekregen. Nee. Oh, ik denk een witte zak. Nou, daar heb ik een zak erbij. Dat was het dan maar een keer. Ik versier jou. Wat een service. Ik heb uitpakservice. Oh, een stuk papier. Nee. Ook niet. Wauw, die wilde ik heel graag. Ja. Die is zo mooi. Een
En we zagen hem ook als eerste. Dankjewel. Kusje. Ik wil je een kusje geven. Dankjewel. Ik kan er niet bij. Ik heb me even omgekleed. Ik heb mijn pak aan van Envy. En ik ben een beetje overlicht. Sneaker wedges van de blauwe van gisteren zijn het ook de enige schoenen die ik op dit moment aan kan. En ik heb deze twee oorbelletjes in. Dus een rondje en een streepje. En even mijn make-up snel een klein beetje bijwerken. En dan krijg ik visite. Mama, ik ben echt nog steeds heel moe. Mag ik mijn outfit laten zien? Oh, wil je outfit laten zien? Ja. En ik heb nu dit pakje aan. Deze sandaaltjes. En deze is van de Cool Cat. Ja. En sandaaltjes van de? Za. Ja, en je hebt een scrunchie in. Ja, wat ben je mooi. Pas had ik ook zo'n lunchje dan met zo springen en zo en dan moet je erop met z'n drieën. Ja, maar dat is met z'n drieën. Ja. Het is ondertussen al 3 uur. Het was heel gezellig. Ik had het echt rustig gehouden, maar uiteindelijk toch nog heel laat geworden met Kim. Maar heel erg naar mijn zin gehad. Ik ga lekker slapen nu. Bedankt voor het kijken en zie ik je morgen.